Oké, we gaan een paar dagen naar New York. Oké, daar ook ja. En dan logeren we in het plaatsje. Ja, doe maar duur. Mam, wat kom je doen? Ik wil even met je vader praten. Nou, ga zitten. Nou, wil je wat drinken? Onder vier ogen. Spijt me, schat. Ik moet weg. Wil je een taxi naar huis nemen? Alsjeblieft, het is even belangrijk. Niks om je zorgen over te maken. Ja? Wil je dat doen? Ga maar, prinses. Kom maar. Ik doe het liever niet hier. Ik kwam Valerie vanmiddag tegen. Ze uitte een nogal verontrustende beschuldiging aan jouw adres. Volgens haar heb jij Martine op laten draaien voor de moord op Karel Kortenaar, terwijl het zelfmoord was. Valerie is niet toerekeningsvatbaar. Zoals je weet heb ik onze relatie verbroken. Dat is iets waar broze egootje niet tegen kan. Is het waar? Nee. Ik geloof je niet. Godsamme. Ik ben er gewoon weer ingetrapt. Martine. Je hebt tegen mij gelogen. Voor de zoveelste keer. Glashard in mijn gezicht. Hoe vaak heb ik jou gevraagd of jij iets met de verdwijning van Martine te maken had? En ik geloofde je. Als Valerie me dit vanmiddag niet vertelde. Valerie had de mond moeten houden. Ja, en waarom wist zij het wel en ik niet? Nou, geef daar maar geen antwoord op. Wat is er misgegaan, Ludo? Je had toch kunnen verwachten dat ze je zou verraden zodra je er dumpte? Je hebt haar bedreigd, maar kennelijk was haar haat toch iets groter dan nou. Laten we het niet over Valerie hebben. Wat heb jij met Martine gedaan? Ik heb haar laten ontsnappen. Nadat je er eerst onschuldig in de bak hebt doen belanden. Nina, die heb je haar vermoord? Ik heb haar alleen weggejaagd. Ik wil niks meer met jou te maken hebben.